Na de lange zomer en een milde herfst kwam dan in november de omslag naar koel en nat weer. Dat viel toch wel tegen. Oekraïne bleef helaas het nieuws beheersen. In Qatar begon het omstreden WK voetbal. En dit was wat A-Visie aan nieuws uit Almelo bracht. Het bestuur werd uitgebreid met een klimaatburgemeester. Willem Dijkema ging gelijk enthousiast aan de slag. Ik ben vandaag bij de gemeenteraad. Ik ben benieuwd of ze allemaal in hun achterhoofd het klimaat hebben. Overal waar ze over nadenken, waar ze besluiten nemen, wordt er ook iets aan het klimaat gedaan. En dan bedoel ik niet alleen het klimaat groen, maar milieu, maar ook het klimaat hoe gaan we met elkaar om. Ook dat vind ik een belangrijk klimaat, met elkaar omgaan. Ik heb heel toevallig vandaag al een gesprek gehad met Ruud Schraven over het klimaat, over groen in Almelo. Ik heb binnenkort een gesprek bij de Rabobank, dat die ook een zonnepanelen op het dak gaan leggen. Ik heb binnenkort nog een gesprek met, ik heb die naam alweer even kwijt, maar grappig is, het rolt. Zo waarlijk helpen mij God allemaal. Commissaris van de Koning Andries Heidema beëdigde burgemeester Gerritsen voor zijn tweede ambtstermijn. U heeft Arjen Gerritsen beëdigd als burgemeester van Almelo. Hoe vond u het gaan? Ja, het was een hele warme plechtigheid. Hij is natuurlijk al 6 jaar burgemeester van Almelo, maar echt die herbenoeming is toch een heel belangrijk weegmoment weer. Is er over en weer dat vertrouwen om samen door te gaan? En dat is van beide kanten volmondig uitgesproken. En ik ben er ontzettend blij mee en ik denk dat het ook zeer terecht is, want met Arjen Gerritsen heeft Almelo een hele goede burgemeester. Opa Henk Marsman schreef een boek voor zijn kleinkinderen. De opbrengst gaat naar Kika. Onze oudste kleindochter die kwam 7 jaar geleden in het Radbouw terecht in Nijmegen. En het leek er wel gauw op dat ze terug zou moeten komen. En ik dacht van, ik moet op een of andere manier zien dat ik voor haar die terugkeer makkelijker maak. En dat, ja, dan heb je ook verplichtingen aan andere kleinkinderen. En zo ontstonden langzamerhand die andere 3 verhalen ook. En vorig jaar de laatste, dus het was tijd voor een boekje. Ja, de aanleiding maakte het inderdaad wel heel aannemelijk om Kika als doel te nemen hiervoor. Ja. Sinterklaas kon weer op traditionele wijze met de boot aankomen in Almelo. 3, 2, 1. Nou, als dit niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Nou, Sinterklaas is allemaal. Kijk eens aan. Van harte welkom, Sinterklaas. Ja, we hebben natuurlijk door corona kon Sinterklaas op een aantal momenten niet op zo'n mooie manier weer naar Almelo komen. Dat kan dus nu wel. Ja, en iedereen vindt dat leuk, want het is helemaal uitgelopen. En we hebben prachtig weer erbij. Dus voor al die kinderen, voor al die opa's en oma's en vaders en moeders, is dit altijd één groot feest. En daar doen we het voor. Tijdens de week van de techniek liet transportbedrijf Bolk kinderen kennis maken met de vele mogelijkheden binnen hun bedrijf. Ja, de kinderen vinden dit heel erg mooi om te zien. Maar waar wij dat vooral om doen, is dat we de kinderen willen laten zien welke mooie bedrijven Almelo heeft en welke beroepen er ook zijn. En op die manier kunnen ze zich een voorstelling maken van wat doen al die bedrijven nou? Ja, dus je hebt heel veel diverse functies en dan doen een kleine 30 tot 35 bedrijven doen elk jaar mee aan de Week van de Techniek. En op deze wijze komen die kinderen met de bedrijven, met beroepen en met heel veel functies in aanraking. ADORP zette een crowdfundingactie op touw om het AHOES op te kunnen knappen. Nee, we hebben een bushalte en een brievenbus hebben we, geloof ik, en het AHOES. En meer hebben we niet, hoor. We staan hier omdat we bezig zijn met een crowdfundingsactie in ADORP voor het AHOES en eigenlijk voor de binnenkant van het AHOES. Nou ja, het mag allemaal wel wat nieuwer, wat frisser. Het is wel weer tijd om elkaar te ontmoeten en leuke, gezellige dingen te doen. A-visiestagiair Lex ontdekte op geheel eigen wijze kunst in Almelo. Bij. Dat was eng. En dat is een zebra. Dit is de skyline van Almelo. Google, wat staat hier?
of mij is dit een gedicht voor Sinterklaas. Duurzaam Adorp streeft naar het opwekken van duurzame energie. Zij breiden nu hun werkgebied uit naar Almelo. Ja, we hebben natuurlijk in de omgeving van Adorp gezien dat er zonneparken verschijnen. En soms heel grootschalig. De winst die daar gemaakt wordt gaat naar het buitenland. Dat is natuurlijk doodzonde. Inmiddels is er een initiatief genomen vanuit de gemeente Almelo om bij ons aan te kloppen. En te kijken of wij ook ons in kunnen zetten voor breder dan alleen Almelo, Adorp. Dus Almelo breed. Nou, dat willen we graag doen en dat heeft dan zeg maar vooral invulling krijgt dat langs de lijn van de energiecoaches. Ik wil ook heel graag met wooncoaches werken. Dat zijn mensen die daadwerkelijk aan de keukentafel bij je komen om met je samen te kijken, dus maatwerk te leveren, om daadwerkelijk zeg maar te kijken hoe jij je huis kunt verduurzamen. Het Mobiel Media Lab waarschuwt mensen voor de gevaren van oplichting via internet. Nou, wat het doel is dat wij in verbinding gaan met de burgers om mensen, de burgers uit te leggen wat over de gevaren van cybercrime, criminaliteit. Want wij laten in deze prachtige politietruc ook praktijkvoorbeelden zien hoe het echt gaat in deze wereld. Dat mensen echt wel bewust worden van voordat ze op appjes gaan reageren en hun telefoon gaan beveiligen. Nou, het beste advies is om altijd te gaan verifiëren of het wel als je gebeld wordt door een bankmedewerker. Om daar niet op in te gaan, altijd even te gaan checken of er echt de waarheid achter zit. Want vaak zijn criminelen zijn zo slim om de bankgegevens te achterhalen van mensen. En dan voordat je het eet, is het te laat. Orange the World voert een campagne tegen huiselijk geweld. Om de start in te luiden ontving wethouder van Mierlo een oranje bloem. Ik vind het ontzettend mooi dat we hier vandaag aandacht kunnen schenken aan de start van de campagne van Orange the World. Ja, cijfers zijn eigenlijk zowel internationaal als nationaal erg schrikbarend als het gaat om geweld tegen vrouwen en tegen meisjes. Ook in Nederland wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord door haar partner of familielid. 1 op de 3 kinderen heeft te maken in een gezin met psychisch of fysiek geweld. En nou, dat vind ik zelf wel schokkende cijfers. In de kleinste expositieruimte werd de grootste verzameling van koelkastemblemen tentoongesteld. Ik vond een mooi embleem. Een mooi embleem dat eraf gezaagd met een handzaag. Dus dat paar krassen op de deur. Maar ja, het bleek dat mijn vader die koelkast nog tweedehands had willen verkopen. Dus ja, die was not amused, zo te zeggen. En ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Je kunt er wel geld in kwijt, maar goed, ik rook niet. Ik drink niet, dus ja, dan is dit toch een goed alternatief, denk ik. De Reggestraat werd flink opgeschrikt toen een auto met volle vaart op een woning inreed. Ik was bezig in huis, voorkamer opknappen. Na zoveel jaren moest dat dus een keer weer, alles verven en alles sausen. Ik loop even naar de garage om het te pakken. Mijn vrouw en dochter die zitten voetbal te kijken en ineens een enorme knal. Even later politie proberen te bellen, maar die was al onderweg. Die stopte hier met slippende banden en die hadden die persoon gelukkig ook ingerekend. En de hele voorgevel kapot, de erker kapot gereden.